Dag jongens en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eelco Gaming. We zijn vandaag terug in Orcs Must Die. Hallo? Oh, ik heb hulp. Choose your defenses. Wacht. Die had ik al. Waar ga ik ze neerzetten? Eens even kijken. We hebben hier een map en ze moeten daar naartoe. Oh, we hebben verschillende cards. We kunnen hier omhoog. Wat is dit dan? What the hell? Is dit? Oh, oké. Okay. Dus we hebben hier meerdere portalen die er... werkt aan de andere kant of ook? Oké. Oké, dit maakt het niet heel veel makkelijker. Maar we hebben wel een gastje ons helpen. Oké. Okay. We gaan gewoon de hele boel hier omheen vol spammen met van die spike dingen. Hoppa. Hoppa. Zodat we zeker weten dat er hier niet zomaar 1, 2, 3 wat orks doorheen kunnen komen. En in de hoeken zetten we wat vriezers. Vriezerportalen. Hoppa. En... yes, die hebben we nodig voor de volgende. Mooi! Unleash the Horde. Oh, I do. Of tenminste, zij moeten pijn leuk vinden. Dat is een beetje het idee. Hoppa, combo, combo, combo. Oh, jullie gaan naar links, oké. Okay. Dit is de makkelijke ronde. Hoppa, komt u maar. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Hoppa. En help met een handje. Goed zo. Hier mag er nog niemand doorheen. Oh, als ik vriezerportalen op die dingen zet, dan kan het ze omvergereden worden door die ork. Klinkt als een plan. Oh, hallo. One damage, damage, damage. Oké. Okay. Meer kleintjes, komt ie maar. Goed zo. Oh, 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 jij bent de enige. Oké. Okay. Prima, goed zo. Maakt niet uit, komt ie maar. Kleintjes. En dood. Next wave. Oké, okay, dus vriezerportalen werken veel beter als ze gedeeltelijk hier... Oh, dit kunnen... Ah, ze kunnen niet op de route staan. Waar zijn ze? Hallo? Oh, ze zijn daarboven. Oh, wacht. Hallo, die kende ik nog niet. Oh, fuck. Frack, frack, frack. Hoppa, komt u maar. Goed zo, dood. Kom maar, orkje. Jij wil dood. Ik zie het aan je gezicht. Hoppa. Goed zo. Hallo, op andere kant. Oké. Okay. Hoppa. Ready. Aim, fire. Ah, oh, nou. Het begint soms wel een beetje eentonig te worden zo dit ork slachten, maar ja, je moet er iets voor over hebben. Het is wel grappig eigenlijk in hoeveel spellen ze orks gebruiken. Ik bedoel, orks worden echt in zoveel fantasy spellen gebruikt. En ik heb echt geen idee eigenlijk waar ze vandaan komen. Het zijn een soort van menselijke wezens die toch niet helemaal menselijk zijn. Die... Hoppa. Hoppa, dood. Die... Een soort van ubermensen, maar het is wel grappig wat dat betreft dat je overal op een gegeven moment dezelfde soort games toch wel tegenkomt. Yes. Mooi. Hoppa. Kijk, net zoals dat je hebt zeg maar altijd de elfen. Dat zijn een beetje de soort van de supermensen. Je hebt altijd heb je de orks, dat zijn een beetje de primitieve back to native... gasten die ja niet goed weten wat ze doen, een beetje dommig zeg maar.
snel. Halleluja. Een beetje de domme gegaan. Oh, oh, wacht. We hebben daarboven hebben we ook nog. Houd je minimap in de gaten, Elko. Maar je ziet daar niet echt vette varianten of zo op. Het is niet dat je op een gegeven moment denkt van oké, hier hebben we echt een hele vette variant voor, weet ik veel wat. Iets wat je nog niet gezien hebt. Trouwens, space spellen zie je dat dan bijvoorbeeld weer. Want space spellen heb je soms wel dat je echt gewoon variant ziet waarvan je denkt van ja, dit heb ik gewoon hoppa, nog nooit eerder gezien. Hoppa. Hallo. Oh. Hoppa. Sneller. Wel blij ik die arches erbij heb. Wat? Oh. Oké. Okay. Nou, dat was een aardige run. We hebben meer van deze nodig voor die archers. Meer van die freezing pads, want die doen het goed om ze tegen te houden. Oh, en ik moet er inderdaad daar neerzetten. Oh, ik heb te weinig. Kan ik ze ook nog moven? Move it, move it, nope. Ik zal eerst moeten gaan verdienen, oké. Dan kunnen we nog een spike trap neerzetten en die zetten we denk ik hier neer. En ik heb zo'n stil vermoed dat ze wat meer daarin gaan komen. Oké, opstelling, spike pads, freezer pads, klapdingen en hopen dat ze niet te ver door naar achteren komen. Unleash the Horde. Als jullie trouwens nog goede tactieken voor deze game hebben, dan hoor ik ze graag. Want ik ben echt op dit moment altijd maar een beetje random aan het spelen. Gewoon een beetje ja, hoe het voor mij uitkomt. Maar we waren geloof ik in een soort van discussie over orcs gebleven. Dat je in verschillende fantasy spellen altijd niet echt heel veel originele ja, rassen hebt. Het zijn altijd een beetje dezelfde dingen of variaties die je daar tegenkomt. En dat vind ik met spellen vind ik dat ook vaak. Je hebt zoveel. Nou, ik ben ook wel een van de mobile game aan het spelen die echt zo basic en standaard is. Dat gewoon eigenlijk, ja, dat is gewoon niet leuk. Je hebt zeg maar van die mobile games, je kent ze waarschijnlijk wel. Je hebt, zijn er 100 in een dozijn. Waarbij je moet bouwen, je hebt gebouwtjes en je moet bouwen. Dan moet je inderdaad in barakken waarbij je soldaten moet maken. En met die soldaten moet je dan weer andere landen gaan aanvullen. En daar kun je dan weer punten mee verdienen. Hoppa, AOE damage jongens, AOE damage. En als die soldaten dan dood zijn, dan nou, bij dit spel krijgen ze dan toevallig niet terug. Maar soms krijgen ze ook wel terug. Ligt er een beetje aan. Oh. Kom, doe maar. Maar het zijn redelijk standaard. Oh, aan de andere kant zijn ze wel dik aan het doorkomen. Oh, oké, sorry. Focus. Nee, jullie gaan er niet doorkomen. Zo makkelijk komen jullie er niet door. Oh. Oh shit. Hoppa, verder naar achter. En neerhalen. Ja. Dit vind ik wel mooi. Dit is gewoon. Hoppa. Ja. Je kunt ze gewoon naar je eigen partij halen. Hoppa. Maar ik weet niet, en ik vind dat soms wel leuk. Ik zat vandaag ook op Kickstarter, dat ik een beetje rond te kijken. En te kijken naar spellen die me echt gewoon wat leuker lijken. Maar spellen die, ja, die uniek zijn. En ik vroeg me af, ik heb nou een drietal spellen heb ik gekocht. En daar heb ik ook een tweede variant van gekocht, zodat jullie ze ook kunnen spelen. Hoppa. Oh, dat was niet zo heel erg handig om die te pakken. En ik vraag me af of jullie het leuk zouden vinden als jullie wat meer. Oh. Wat meer van dat soort spellen zouden zien. Wat meer spellen die ja, wat meer variatie hebben of wat anders zijn.
Want je ziet heel erg veel Minecraft momenteel. Je ziet, dus Minecraft zie je echt overal. Ik bedoel, je komt er gewoon niet omheen. Hoppa. Hoppa. Kom maar. Oh. Hoppa, daar blijven. Maar wat zien jullie het liefst? Want ik bedoel, ik vind het zelf heel erg leuk om andere spellen te proberen. Maar ik zie dat die vaak zo weinig bekeken worden. En het is ook met format, zeg maar. Ik bedoel... Oh... Zo, hoppa. Nee, zo makkelijk kom je dan niet. Hoppa, terug omhoog jij. Ah! Come on. Oh, maar jullie gaan er niet in. Dat vind ik wel leuk. Oké. Hoppa. Als ik aan deze kant wat meer traps zet en aan deze kant wat minder. Hoppa. Dan ben ik waarschijnlijk een groot gedeelte al kwijt voordat ze er zijn. Nou ja, maar ik zie nog steeds dat Minecraft heel veel bekeken wordt. Het zijn natuurlijk wel de dingen die voor jullie populair zijn. Maar waarom vinden jullie eigenlijk andere series niet zo leuk om te kijken? Waarom? Tell me and I will try to improve. Oftewel, tell me en ik zal proberen te verbeteren. Oh, maps are plat, maps are plat, map. Mijn help. Nee! Oh, nou gaat ja. Hop. Oh, ouch. Halleluja, man. Echt goeiemorgen. Komt u maar. Nee, 17, 16, die kleintjes gaan er niet doorkomen. Hoppa. Woe! Halleluja! Zo. Goedemorgen, jongens. Woe! I'll stop them in their tracks. Voorlopig stoppen we nog helemaal niks, want... We don't have enough monies. Zo. That should stop him in the tracks. Unleash the horde! Unleash the friggin' horde. Oké, nou jongens. Laatste ronde. We hebben nog wat potions hier liggen. Die moeten we niet vergeten. Hebben we hier nog eens potions hangen? Hebben we daar nog eens een potion liggen? Oké. Go! Hoppa. Hoppa. Hoppa, mana potion. Ja, hoppa, hou ze hier bezig. Hou ze hier voor bezig. Goed zo. Hoppa, andere potions hier oppakken. Goed zo. Die ijskasten neerhalen. Oké, terug hierheen. Waar zijn ze? Come on! Ga dood. Goed zo. Jullie kleintjes ook. Ga dood. Goed naar de andere kant. En ze daar terugdringen. Hoppa. Kill streak! Nice, mana. Hebben we nog mana potions liggen ergens, jongens? Oeh, hallo. En toen werd ik opgeblazen. Ah, nee, come on. Waar zijn die kutgasten? Come on, ga dood.
Is that all there is? Next wave in. Let the cold take them. Fresh hell is this. Okay. Oh, daar blijven jongens heel goed. Daar blijven netjes. Het is niet zo heel spannend voor jullie volgens mij om dit zo te kijken. Hè? Misschien dat het handig is als ik gewoon iets meer leuke, spannende dingen vertel. Hoppa! Timing! En dat ik zelf ook mijn held een klein beetje in de gaten hou, misschien wel een idee. Voordat ik weer dadelijk dood ben. Andere kant. Hoppa, kill streak, bring it on. Komt u maar. En... kom op, ouwe. Hij is dood. Een 17 hits left. Hoppa. Dat die kleine vlugger er zo door zo makkelijk. Zo makkelijk komen jullie er niet door. Bring it on. Ik weet ondertussen steeds beter om mijn tools te gebruiken. En ik moet alleen wel mijn help in de gaten houden. Help pots. Come on, Earth Elemental! Hoppa! Boom, 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 boom. Goed zo! En nou niet hier van die kleine door laten komen, dan schiet natuurlijk nog niks meer op. Hoppa, kleintjes kunnen we zo goed hebben. Oh, next wave! Final wave. Nou jongens, dit is het. Nu moeten we bewijzen dat we zeg maar toch wel iets geleerd hebben in de tussentijd. En ondertussen hadden we eigenlijk al naar voren kunnen lopen. Maar met deze ork maakt dat allemaal nog niet zo heel veel uit. Dus ik kom er toch niet echt goed doorheen. Komt u maar. We kunnen vooral het beste hier heel veel damage doen. En laat de rest maar uitgepikt worden door die toren. Ja, het zijn een soort van torens die we daar hebben. Schutter daarboven. Vind ik niet, zijn er ook geen torens? Oeh, het is Skull. Oh nee. Oké, dan zit hier boven me, zit er ook te vliegen volgens mij of niet? Yeah, is daar. Ga dood. En heel goed, blijf. En AOE damage blijven doen hier. Oeh, een skull. Hoppa. Dingen team op. Come on, ga dood, heel goed. Oh, en ik ben dood. Nee. Wel kan het beste die kan. Hoppa, die hele lading daar. Dood maken die af. Juist, juist, goed zo. En we krijgen een paar dikke. Damage hier, komt ie maar. Die kleintjes worden wel tegengehouden door de rest. Ja ja, ze escape, ik weet het. Maar moeten we alleen zorgen dat we hier die dikke niet door gaan laten. Nou hebben we nog een klein stukje om ze kapot te krijgen. Come on, kleintjes. Goed zo. En... Come on, mijn 9. Goed zo. Was je... Ah! Oeh, maar we hebben wel gewonnen. Halleluja, dit was een lange match. Goedemorgen, één skull.
Haymaker spins and knocks around enemies, resets after firing. Endless levels are a great way to earn new skills and improve your character. Visit the campaign screen to play endless levels. Nou, daar gaan we voorlopig nog niet even doen. Maar wel leuk. En in ieder geval toch weer een aantal leuke vragen kunnen stellen. Ik heb gewoon lekker potjes te gamen. En aan jullie de vragen. Welke games vinden jullie leuk? Vinden jullie het leuk als ik inderdaad wat meer indie games inderdaad ook ga doen die ik laatst heb laten zien? En gewoon in general, of hou je wel van dit soort dingen? Vind je het leuk om te zien? Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En bye bye!